Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mijn kanaal. We hebben jullie al heel veel grote Playmobil sets laten zien. Zoals bijvoorbeeld het Playmobil Hotel, de kinderkliniek of ook het winkelcentrum. En vandaag komt daar een nieuwe grote set bij. Uit de Playmobil Country speelwereld hebben we de grote boerderij. We kunnen er eens even de stad uitvluchten en naar het platteland. En dan kunnen we allemaal dieren zien, boerderijdieren, zoals bijvoorbeeld de koe, het varken en de biggetjes. We zien hier kippen en kuikens en nog twee ganzen. Dus echt een mooie speelset. Volgens mij zitten er meer dan 250 onderdelen in. Dat gaan we zo meteen wel nog een keertje zien op de achterkant. Eerst gaan we nog eens eventjes de voorkant bekijken en natuurlijk wat informatie geven. Dit is een speelset die bedoeld is voor kinderen vanaf 4 jaar tot 10 jaar, maar ook wel daarna. En we hebben Playmobil productnummer 6120. Nou, dan gaan we nu eens eventjes de verpakking wat beter bekijken. En we zien hier de boerderij. Zo ziet hij er van de andere kant uit. En we zien ook dat hier een soort van woon- en slaapkamer is. En we hebben natuurlijk al de dieren gezien. Wat zien we hier nog meer? We zien nog drie figuren. Hier hebben we de boer. Hier hebben we nog een soort van lift, een katrol. Dan hebben we een boerin en hooi. We hebben een klein kind, een klein meisje met een appel. We zien hier nog een boel planten, we zien veel hooi, we zien hier een kat en we zien een balkon. Hier heb je dan waarschijnlijk de stal met de koeien. En hier, misschien kunnen jullie het zien, zien we een trap. Maar die zien we ook hier zo aan de achterkant. Oké, dan zou ik zeggen we draaien eens eventjes om. In totaal zitten er 257 onderdelen bij. Dat zijn er echt wel een heleboel. En hoe groot is het? De boerderij is 25 centimeter hoog. En er staat niet hoe breed die is, maar dat is niet zo erg. We gaan eens even de andere onderdelen bekijken. Hier zien we een grote boom. De verpakking is ook echt heel groot, daarom moet ik hem een beetje heen en weer bewegen. Hier hebben we de appels, de dieren. Een heleboel dieren zitten erbij. Misschien zijn jullie ook wel eens op de boerderij geweest. Als je daar bent geweest, laat dan een reactie achter. Er zijn natuurlijk ook veel klassenuitjes en dan gaan kinderen naar de boerderij. Ik zou het leuk vinden om te weten. Oké, we zien hier een hoop hooi. We zien een tafel, stoelen, een bed. En hier ook een gootsteen. Die wastafel die is hier zo voor de slaap- en woonkamer. Hier zien we ook nog een schilderij, een portret. Best wel leuk is dat. Dan zien we een wekker. En nog veel meer. Ah, hier, eens even kijken. Dat is denk ik een melkmachine. Ze hebben echt aan alles gedacht. Nu zou ik zeggen, ik pak de verpakking eens even uit. En dan gaan we de boerderij eens eventjes bekijken. Vandaag doen we een unboxing van dit grote ding. Ik open de verpakking denk ik zo en dan laat ik het zien van boven. Zo, kijk eens hoeveel onderdelen erin zitten en hoeveel zakjes. Ik denk dat ik ze eventjes laat zien. Hier hebben we een zakje. Dit is voor het huis. En in dit zakje zit denk ik de handleiding. Die zal ik eens eventjes openmaken. Deze is heel dik, deze handleiding. Dus het opbouwen gaat ook wel waarschijnlijk veel tijd in beslag nemen. Maar het is wel altijd heel leuk om die Playmobil sets in elkaar te zetten. En hier hebben we nog andere zakjes die erbij zitten. Hier hebben we ook nog het stickervel. Dit is bijvoorbeeld die voor het schilderij in de slaapkamer. In totaal zitten er 3 stickers bij. Dit is denk ik voor die katrol. En hier hebben we dus nog het plaatje. Dit is waarschijnlijk voor die katrol, dat snoer. In de tweede video dan gaan we dat eens eventjes nakijken in de handleiding. Dit is voor de melkmachine. Hier hebben we allemaal bloemetjes. En dit is een tafel. Oké, dan gaan we eens eventjes verder.
Hier zien we de eerste figuren, die kunnen we al gelijk laten zien. Hier heb je bijvoorbeeld een koe, bruin-wit, en hier eentje in het zwart-wit. Die is gevlekt, zijn allebei gevlekt trouwens. Heel lief. En wat zien we hier verder nog? Dit is een biggetje. Daarvan zouden we er 3 moeten hebben, dit is nummer 2. En hier hebben we nummer 3. En waar is het varken? Die zit er niet bij. Hier hebben we een zak meel. En hier nog wat planten en hooi. Dan gaan we verder. Een volgend zakje. En hier zien we het eerste Playmobil poppetje. Hier hebben we de boer. En hier hebben we het kleine meisje. En dan hebben we nog meer figuren. Hier hebben we de katjes, een kat en een kitten. Oké. En wat zien we hier verder nog? We zien hier nog een hoed. Die kan de boer dan opdoen op zijn hoofd. Dan gaan we verder. Er zijn namelijk nog een heleboel zakjes in deze speelgoedset. Het is heel veel, moet ik zeggen. Hier zien we dan nog meer figuurtjes. Dus even kijken. Dit zijn waarschijnlijk de kalfjes. En hier zitten dan de koeien in. Die zijn ook wat groter. En weer planten. En ik geloof wat voor de slaapkamer. Oké. De zakjes houden niet op, zeg, vandaag. Hier hebben we ook nog wat dingen voor het huis, bijvoorbeeld. En hier hebben we de hekjes voor de stallen en een mandje. Dan hier wat meer grote onderdelen. Hier hebben we de trap. Hier hebben we het dak. En nog een paar andere onderdelen. Maar die zien er allemaal niet heel interessant uit. En dan haal ik het dak er eens even uit. Dat is best wel groot. Kijk maar. Oh, de verpakking gaat weer dicht. Dit dak hoef je dus niet in elkaar te zetten. Dat is al klaar. Nu doe ik de verpakking weer eens eventjes over. Want we zijn nog niet klaar. Dan hebben we hier nog meer onderdelen. Hier komen waarschijnlijk de ramen in. En dit zou dan wel eens de ingang voor de stal kunnen zijn. Of misschien voor het huis. Goed. Maar we zijn nog niet aan het einde. Hier hebben we denk ik een platform. Ik denk dat dat gewoon de vloer is van het huis. En hier hebben we dan het balkon. Die zijn al klaar. Die hoeven we niet in elkaar te zetten. En hier hebben we het dan ook al. Hier gaan we waarschijnlijk mee beginnen. Dit is het frame, het geraamte van het huis. En hier zien we nog zo'n onderdeel. Dat gaan we dan allemaal in een tweede video zien, waarin we dat ding gaan opbouwen. En in meerdere video's gaan we de boerderij ook laten zien. Hier hebben we de hekjes. Dit zijn er natuurlijk een heleboel, maar die ga ik niet natellen. Dan hebben we hier nog meer figuurtjes. Hier hebben we denk ik ganzen. Oké. Dan zien we hier het grote varken. Ik vind het wel handiger als die allemaal in één zakje zouden zitten, want dan heb je ze wel gelijk allemaal bij elkaar. Hier zien we bijvoorbeeld de kippen. En nog meer onderdelen zoals hooi. En natuurlijk weer planten. Oké, we hebben nog 2 zakjes. Hier hebben we wat voor de boerderij. En dit is het laatste zakje voor vandaag. Hier zien we nog een figuurtje in. Die ga ik natuurlijk ook laten zien. Dit is de boerin. Die is ook wel heel leuk. En verder zit hier nog wat, ja, kleine dingetjes. Een bezem bijvoorbeeld. Oké. En misschien kan ik jullie nog een appel laten zien. Die kunnen we plukken. En dan zou ik zeggen, dit is dan de video voor vandaag. Oh ja, en ik zou nog wel willen weten of jullie een keertje op een boerderij zijn geweest. Dat zouden we leuk vinden om te weten.
En ik ga jullie natuurlijk nog eens even alle zakjes laten zien die we verzameld hebben. Hier zien jullie ze allemaal. Die gaan we in een tweede video in elkaar zetten. Ik hoop dat jullie daar weer bij zijn bij de opbouw van deze grote boerderij van Playmobil. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat een duimpje achter en misschien een reactie. En wees er de volgende keer bij. Doei!